duiken boeken op Instagram. En zijn lezende mensen op Instagram, zijn die cool? Zijn die hip? Of is het niet zo met de boeken? Hoe kan je ermee uitpakken? Ja. Ja, nou, dat denk ik dus wel. De esthetiek van het lezen is denk ik nog steeds heel erg in. Toch wel? Ja, dat ziet, het fotografeert mooi. Ja. En ik denk ook dat je wil natuurlijk signaleren van ik ben slim en ik lees en ik neem wel de tijd hiervoor. Ook al, en dan heb je instant de beloning zonder het ooit te hoeven doen. Dus ik zie mensen wel veel poseren met boeken. Maar is dat dan een pose? Ja, ja, ik vrees van wel. Maar en ik moet ook nog een beetje lachen om het idee van integreren van nieuwe media en oude media. Ik heb toch het idee dat als je... Dus proberen we in Nederland dan via influencers te doen. Hè? Juist. Femke Louise gaat drie boeken lezen. Ja, ze gaat drie boeken lezen. Want ik moedig haar van harte aan. Maar tuurlijk. Het geeft geen invloed, denk ik. Bepaalde mensen hebben een groot groeipotentieel als persoon. Maar die gaan door heftige dalen eigenlijk. Die hebben crisissen. En soms vertaalt zich dat naar diagnoses die daar dan worden opgeplakt. Want het is wel best heftig. Maar die zetten zich wonderwel. Die hebben een soort van autonoom herstelsysteem. Want die zijn hun eigen therapeut dan. Ook omdat ze zoekend zijn en heel gefocust dan op jezelf ontwarren eigenlijk. En meestal komen ze daar beter uit. Ja, hij noemt dat de theorie van de positieve desintegratie. Ja. Je valt uiteen, maar er is goed nieuws. Je zet jezelf beter terug ineen. En eigenlijk, ik heb daar voor Apage een reeks over gemaakt. Omdat toen dat ik dat wist, dan dacht ik... Ja, maar een burn-out is niks anders. En wij krijgen dat nu massaal. Ja. Een burn-out is niks anders. Want hij zegt dan ook, Dabrowski zegt... Een burn-out, dat is geen ziekte. Nee, dat is geen ziekte. Nee. Dat is wel dat is een remedie. De winnaar van de Boekenbouw 2020, de Boekenpauw 2020... is de fantastische vliegwedstrijd van Sebastiaan van Donink, de illustrator en auteur Tjibbe Veldkamp. Dat is geweldig nieuws natuurlijk. Dat is een hele opsteker voor al het werk en voor het boek zelf. Ik heb er met zoveel plezier aan gewerkt. Ik heb er in die details, ik heb er zoveel fun mee gehad eigenlijk om dat boek te maken. Het heeft een hele tijd geduurd. Vorig jaar, in 2019, heb je daar toch vrij lang aan gewerkt. En het is zo fijn om een bekroning te krijgen voor een boek dat eigenlijk heel plezierig was om te maken. En om mij daar helemaal in te kunnen smijten eigenlijk. De Boekenleeuw, dames en heren, voor 2020 gaat uit naar Uit Elkaar van Bette Westra en Sylvia Weven. Ik ben daar echt super blij mee. Uit Elkaar is een kleurige bundel met gedichten over ouders die uit elkaar gaan. En hoe dat is voor hun kinderen. Ja, er zijn ook al vragen binnengekomen over mijn drankgewoonte. Mensen hebben opgemerkt dat ik verschillende kleuren van dranken bij heb. Dus dit is water, dus dit is voor tussendoor. Dit is thee voor als ik het koud krijg. En dit is voor als het eventjes niet meer gaat. Maar dat is... het is geen alcohol, maak je geen zorgen. Daarna maar dus op pagina 60 begin je met de frappé en de grand battement. En daarna is het van je plié en dat soort dingen. Het staat er allemaal haarfijn in uit. Hoe is het opgebouwd, die oefeningen? Eerst een opwarming en daarna veel training van verschillende lichaamsdelen. Je moet altijd een doel proberen te stellen. Dus als je doel is bijvoorbeeld om het split in 2 weken te doen, dan staat er ook een reeks oefeningen met een opwarming en een... En dan echt stretchen. Ja, opwarming is belangrijk bij de opwarming split. Opwarming is belangrijk. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen hier dan thuis in de huiskamer mee aan de slag willen gaan. Heb je iets nodig om dit te kunnen doen? Nee, je hebt niks nodig. Je kunt dat gewoon doen op een tapijt of op een matje thuis of gewoon een handdoekje. Je hebt er niks voor nodig. Als bar kan je gewoon een stoel gebruiken of een sofa. Je houdt je er gewoon aan vast. Het is perfect voor u. Heb je een tutu nodig? Nee, je hebt geen tutu nodig. Veel mensen denken dat je tutu en pointe nodig hebt, maar je hebt geen pointe. Ah, die schoenen waar je zo op kan. Ja, dat de pointe heb je ook niet nodig. Nee, je kunt dat doen perfect op je sokken, in een jogging en een t-shirt. During a lockdown, I think the most important thing is to try and keep yourselves happy in the present moment. That by reading the news and listening to the news and radio all the time, it's just going to make us all really anxious and unhappy. So I think read books that make you happy, watch movies that make you happy, try and, you know, talk to friends that pick you up and make you feel good and have nice long baths and long walks in nature and just take the time to enjoy the now, I think, because we can't do anything about it. We can't change the world and we can't make the virus go away and we can't help
on a political level. So we just have to let it all go and let it happen and just try and be sane in the present moment.